Ja, ik vind het een absoluut kansloos bewijsverweer. Als er ergens de voorbedachte raad vanaf druipt, dan is het wel in deze zaak. De krijgsraad die heeft dat ook zeer uitvoerig gemotiveerd waarom er sprake is van voorbedachte raad. En dat staat wat mij betreft als een huis. Zeker als je dus in aanmerking neemt dat er lijsten van personen zijn gemaakt die zouden moeten worden opgehaald. Die waren van tevoren zorgvuldig geselecteerd. En zeker ook als je dus ervan uitgaat dat hele executieproces, dat heeft uren en uren bij elkaar geduurd. En in al die tijd heeft de Boutersen de gelegenheid gehad om na te denken en te beseffen wat voor kwaad hij aan het aanrichten was. En dat is naar huidige jurisprudentiële maatstaven meer en meer dan voldoende voor het bewijs van voorbedachte raad. Dus ik zie daar geen enkel bewijsprobleem voor het Hof. Er is meer en meer dan voldoende bewijs voor een bewezen verklaring. En het Hof zal nu de zaak opnieuw bekijken, opnieuw beraadslagen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat er opnieuw een veroordeling gaat volgen. Maar we moeten dat gewoon even afwachten. Laat het Hof zijn huiswerk nu maar doen. En ze hebben er alle tijd voor uitgetrokken voor deze zittingen. Er komt over 2 weken een requisitoor. En dan zal de verdediging in de gelegenheid zijn om een pleidooi te houden en tegengas te geven. En daarna komt het Hof met een vonnis. Ik geloof dat we alles wat er te zeggen valt, is al gezegd. En ik denk ook dat we ons uit oogpunt van een goede procesorde even moeten onthouden van al te veel commentaar. Dat zeg ik niet om iedereen de mond te snoeren. Maar het is een buitengewoon gevoelige zaak. En het is ook van belang dat het Hof in alle, laten we zeggen, in alle rust tot een oordeel kan komen. Nu is dat natuurlijk in dit soort mega gevoelige zaken erg moeilijk. En dat is ook wel te begrijpen. Maar een waardering van het bewijsmateriaal is toch overgelaten aan het Hof. En daarom denk ik dat het verstandig is om iedereen gewoon zijn zegje te laten doen en dan afwachten waar het Hof mee komt.